Jan de Bouvrie gaf eerst een lezing en na afloop mochten de deelnemers aan de slag met de witte steentjes. Ik wil een villa maken. Een bungalow en dan met een overkapping. Dat wil ik maken. Wat ben je aan het maken? Een mooi glazen huis dat ik al een keer had bedacht. Hij ziet dat iedereen heel geconcentreerd bezig is om toch een echt huis voor jezelf te creëren. Dus ik vind het ontzettend leuk. Tijdens de workshop daagt de Bouvrie de aanwezigen uit om hun visie in Lego-steentjes uit te beelden. Ik heb zelf heel weinig met Lego gespeeld. Ik vind het een fantastisch materiaal. Maar ik ben een tekenaar. Ik zit altijd met potloodje en dingen te doen. Maar het is ook voor mensen als ze bijvoorbeeld een huis willen bouwen. En je hebt een doos met Lego, dan kan je wel veel inspiratie uithalen. Volgens de Bouvrie is Lego een belangrijk onderdeel in de beginfase van een ontwerpproces. De steentjes hebben veel voordelen. Door het spelen met Lego krijgen kinderen al snel affiniteit met bouwen en creëren. Voor volwassenen kan het bouwen met Lego helpen om je fantasie te behouden. Gaat het goed? We gaan het proberen, want we kunnen natuurlijk niet die meneer evenaren. Maar het is wel heel inspirerend. Nou, ik zit met haar een beetje mee te kijken. En wat ik zo leuk vind, zij weet nu al dat ze architect wil worden. Ik heb ook gezegd, dat moet je vasthouden. Gewoon. En als je ziet hoe ze bezig is, is het gewoon heel erg goed. Dat is toch een compliment, hè, als meneer de Bouvrie dat tegen je zegt. Ja, vind ik wel leuk. Ik vind Lego geweldig, ook voor kinderen. Want het inspireert ze, ze kunnen er alles mee doen. Ik denk dat de mooiste vorm die ik ooit gezien heb, is dit hier. Dus echt, die man, die Belg, die heeft ook prijzen ermee gewonnen. En die maakt dieren en mensenkoppen. Ja, briljant gewoon. Bent u niet een klein beetje te oud voor Lego? Ja, dat zijn we hier allemaal, maar we worden toch allemaal weer terug? We gaan toch allemaal weer terug naar kind?